Naar Antwerpen verhuizen als vreemdeling zal voortaan meer geld kosten. Nu betaal je aan het vreemdelingenloket maar 17 euro en dat bedrag wordt vanaf mei fors opgetrokken. Wij gaan een dossierkost doorrekenen van 250 euro, omdat wij ook hebben gemerkt in het verleden dat die behandeling van die dossier ontzettend veel werk vergt, ook ontzettend veel kosten. En 250 euro vinden wij een zeer billijke vergoeding voor de prestaties die daar tegenover staan. Buitenlandse studenten die tijdelijk in Antwerpen komen wonen, vluchtelingen wiens dossier geregulariseerd is en inwoners van de Europese Unie worden wel vrijgesteld van die grote som. Maar dat is slechts een klein deel van de 11.000 vreemdelingen die zich hier vorig jaar kwamen inschrijven. Ik heb het alleen over de huurprijs en het betalen van de elektriciteit op jaarbasis kost 600.000 euro. Enkel en alleen voor het inrichten van zo'n vreemdelingenloket. En als je natuurlijk de dienstverlening efficiënt wilt laten verlopen, ja, dan moet je een deel van die kosten gaan doorrekenen, want men kan dit niet blijven dragen. Het stadsbestuur zegt duidelijke criteria vast te leggen en zo dus niet te discrimineren. Het is ook geen maatregel om vreemdelingen te ontmoedigen. Ja, absoluut. En het is natuurlijk ook een dienstverlening die in het individueel belang is van de aanvrager. Dus ik vind niet dat de doorsnee Antwerpen daar voor moet opdraaien. Bovendien zijn we wel de eerste stad in België die dit toepast. Maar in onze omliggende buurlanden doet men dit al jaren. In Nederland vraagt men zelfs bedragen tot 960 euro. In Frankrijk vraagt men doorsnee 260 euro. Dus wij zijn echt niet de eerste die dat doet. Antwerpenaar worden, het zal vanaf mei voor sommigen dus een pak duurder worden.